Dus ik kijk naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag en ik heb er echt een hoofddag op zitten. Het is nu 3 uur. Ik ben eigenlijk heel de ochtend bezig geweest met mijn Vinted pakketjes in te pakken. In mijn vorige weekvlog kon je zien dat ik heel veel kleding heb weggedaan en uitgezocht heb. En de kledingkamer helemaal heb opgeruimd. En ik had ook wel dingetjes wat ik op Vinted wilde zetten. En dat heb ik dus vanmorgen het meeste al van ingepakt en weggebracht. Het is ook wel een beetje mijn eigen schuld dat ik er zo lang over heb gedaan. Want ik vind het gewoon super gênant om met 50 pakketjes bij één punt aan te komen. Dus ik doe 10 pakketjes bij elk punt. Dus ik ga dan elke keer naar een ander punt. Maar honger zit niet overal. Dus ik moest net ook naar de stad. En heel drama. Maar goed, het meeste is nu weg. Ik moet alleen morgen nog een paar dingetjes doen. Want niet alles past in de verzendzak. Want sommige dingen zijn te groot. Dus ik heb net eventjes grotere verzendzakken besteld. Zodat ik die morgen kan versturen. Ik ben nu eventjes aan het klaarmaken. Ik heb vanmorgen ook met standen samen al gesport lekker. We hebben schouders en borst en alles gedaan. En dat doe ik eigenlijk echt nooit. Dus ik heb echt heel veel spierpijn nu al. Maar ik ga me even klaarmaken, want ik ga zo meteen laseren. En daarna ga ik gezegd bij mijn vader eten. Dus ja, dat. Mijn weekvlog is ook aan het uploaden op YouTube. Maar het duurt een beetje lang allemaal. Dus 4 uur gaat hij denk ik sowieso niet redden. Ik hoop dat hij wel vandaag online komt. Oh, en ik heb net bij de Zara, want ik was toch in de stad voor die hongerpakketjes. Dus ik dacht, nou, ik ga gelijk even bij de Zara kijken. Want ze hadden zo'n mooie panterjurk. Het leek echt een beetje op die van Rat en Boa. Alleen, ik had hem aan en hij zat gewoon... Hij zat zeg maar qua onderkant zat hij best wel mooi. Alleen, die bandjes bij de Zara zijn altijd zo lang. Dus hij hing een beetje. Dus dat was niet heel erg mooi. Maar ik heb wel 2 andere dingetjes meegenomen. Die zal ik zo even laten zien. Ik ga eerst even een beetje poeder onder mijn ogen doen. Laten zien wat ik bij de Zara heb gekocht. Als allereerst dit mega leuke spijkertopje. Ik zag deze wel mee en hij was echt niet zo duur. Hij was volgens mij €25,95. Er zit alleen geen kaartje meer aan. Die heeft er nooit aan gezeten. Maar deze en die vond ik heel erg leuk om dan een beetje onder je BH te doen. En dan met een witte linnen broek of zo eronder. En dan leuke denim slippertjes voor in de zomer. Ik zag het helemaal voor me. Die heb ik in een XS. En dan zag ik heel erg leuk dit linnen cropped blouseje. Met korte mouwen. Dat vond ik ook echt heel erg leuk. Dan weer misschien met een spijkerbroek eronder. Of in de zomer gewoon met een leuke rok of een linnen broek eronder. Ik weet niet. Ik vond het echt heel erg leuk. En deze heb ik in een M genomen. Want ik had eerst een S aan, maar die vond ik nog niet oversized genoeg. Dus ik heb hem in een M'tje meegenomen. En dat is deze. En die was ook €25,95. Echt mega leuk. Natuurlijk al een beetje met het zicht op vakantie. Volgens mij zeg ik het ook echt in elke vlog. Ik moet er echt mee kappen. Maar over 2,5 weken ga ik en ik naar Curaçao. Gaan we naar Bibzo. Echt, ik heb er zoveel zin in. Ze zei ook van Bibzo ook van de week. Ik heb zoveel zin dat jullie komen. Dat ik gewoon mijn leven hier nu aan jullie kan gaan laten zien. Want kijk, we krijgen natuurlijk wel alles mee op Snapchat. Maar het is toch anders. Echt zoveel zin in. Maar goed, ik ga me even klaarmaken. En dan zo meteen lezen. Ik stond op het punt om mijn schoen aan te trekken om te gaan sporten. En toen ging de bel. Want ik heb een pakketje gekregen van New Balance. Ik wist dat die eraan zou komen, maar ik wist niet zo goed wanneer. Maar hij is er dus wel. Ik mocht dus 2 kleding items uitzoeken en 2 paar schoenen. Dus ik heb allereerst deze joggingbroek. Ik vond het echt zo'n leuk kleurtje. En ik dacht ook lekker voor te vliegen. Deze heb ik in een S, want ze hadden dus geen XS meer. Maar ik dacht, het maakt op zich niet heel erg veel uit. Ik vind het wel lekker als die wat groter is. Ik vind die kleur echt heel mooi. Echt een hele mooie kleur. Dan heb ik diezelfde joggingbroek ook nog in het beige. En die heb ik wel in een XS. En dat is deze, een beetje crème kleurtje. En dan hier die bruine letters. Vind ik ook echt heel erg mooi. En dan 2 paar schoenen. Echt, oh my god. Ik heb allereerst een paar schoenen voor mezelf uitgekozen. Ik wilde eigenlijk heel graag de New Balance 9060. Ik kreeg zeg maar een briefing met waaruit je kon kiezen. En ze hadden echt bijna niks in mijn maat. Deze zijn eigenlijk ook net iets te groot. Maar ik heb dus voor deze gekozen. Deze bruine sneakers. En ik was echt nog, zoals jullie misschien wel weten, op zoek naar nieuwe sneakers. En ik wist niet zo goed welke. En ik zag deze. En ik vond deze wel echt heel erg leuk. Dat zijn deze. En ik heb ze dus wel in een maatje 37. Oh, 37,5 is het trouwens. Dat is wel heel groot. Ik heb namelijk van mezelf 36. Maar dat was de kleinste maat die ze hadden. Dus ja, ik ga het maar gewoon proberen. En anders leg ik er een zoortje in. Maar ik ben hier echt heel erg blij mee. En dan heb ik er nog een paar voor Stan uitgekozen. Namelijk deze. Dit zijn dus wel de 69.
Die is ook echt heel vet. En hij draagt deze echt altijd met werken. Ik denk dat hij hier heel erg blij mee gaat zijn. Mooi ook. Hij heeft deze al in het beige en in het lichtgrijs. Maar nu dus ook nog in het donkergrijs. Ik denk dat hij hier heel blij mee gaat zijn. Dus een foto ervan naar hem toe sturen. Het is vandaag weer zaterdag en ik ben een beetje overbelicht, maar het zonnetje schijnt lekker buiten. En ik ga me klaarmaken. Het is nu 8:30, het is best wel vroeg. Of nou ja, voor een zaterdag. Maar ik voel me echt top, al gedoucht. Ik ga even mijn skincare doen en dan mijn make-up doen, want ik ga zo meteen naar de kapper. Want ik ga mijn puntjes weer even laten knippen. Ik ben 3 maanden geleden ook geweest en toen zei ze, we gaan gewoon elke 3 maanden de puntjes ervan afknippen. En dan moet je gewoon blijven doen wat je al doet. Dus rozemarijnwaad, olie en de hele mikmak goed verzorgen. En dan komt het wel goed. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. En het is ook wel echt nodig, merk ik. Want de puntjes die beginnen een beetje dood en dun te worden. Dus ja, dat is wat ik vandaag ga doen. Daarna ga ik even bij mijn opa langs. Want die heeft een nieuw huisje. Dus daar ga ik even kijken. En dat is daar in de buurt. Dus ik dacht, dan kan ik dat gelijk lekker combineren. Vanavond gaan we als het goed is met die meiden pizza retten. Dus dat is ook super gezellig met Amy, Demi en Puk. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En ik moet nog eventjes een pakketje ophalen in de stad. Want ik had bij Zara een broek besteld. Die ik heel erg graag wilde. Maar die was elke keer uitverkocht. En toen van de week keek ik en toen hadden ze hem opeens weer. Dus en dan heeft hij aan de bovenkant zo'n band zit. En hier heb ik dus ook de rok van. En die past echt perfect. Dus ik hoop dat deze broek ook goed zit. Dus die ga ik straks even ophalen. Ik ben terug van de kapper. En ik ben zo blij met mijn haar. Het zit hierboven nog wel een beetje plukjes omhoog. Maar ik moet even een beetje olie erin doen. Maar ze heeft er dus wat opgelicht aan de voorkant. Want dat wilde ik graag. En heeft ze nog een paar highlights door mijn haar heen gedaan. Zodat het wel mooi overloopt. Ik wilde mijn haar dus niet helemaal blonderen. Omdat het dan gewoon echt weer slechter is voor mijn haar, maar ik was het donkere ook wel echt zat. Dus ik wilde gewoon weer even wat lichters. Een beetje aan de voorkant, zodat in mijn gezicht wat is opgelicht. Dus ik ben er echt heel blij mee. En ik verf mijn haar altijd bij Pur Hem Haar Huid en Wateringen. Echt al heel lang bij Romy, eigenlijk altijd bij Romy. En ze hebben dus iets nieuws wat echt perfect bij mij past. Ik ben natuurlijk super veel bezig met dingen voor mijn haar, mijn hoofdhuid en dingen van mijn binnenuit. En ze hebben dus nu een soort cursus gevolgd waarbij ze zich meer gingen richten op de hoofdhuid. En bij mensen gingen kijken of het vettig was, droog was, geïrriteerd was. Mijn hoofdhuid was een beetje geïrriteerd en iets meer aan de drogere kant dan aan de vettere kant. Dus daar heb ik dus 2 producten van meegekregen om te gaan testen van dit merkje. Ik weet niet of je het goed kan zien. En daar heb ik dus allereerst een shampoo van meegekregen. Daar kan ik dus gewoon lekker mijn haar mee wassen. En dan heb ik nog een loodje meegekregen voor op je hoofdhuid. Dus als je dus hebt gedoucht, kan je dit dus op je hoofdhuid doen. En ze vertelde dus ook helemaal dat je kan nog zo goed je haar verzorgen. Maar het komt natuurlijk vanuit je hoofdhuid. En dat dus ook de reden kan zijn dat het dus uiteindelijk afbreekt of minder sterk is. Dus ik ga dit gewoon gebruiken en ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik denk dat ik ook iets van een TikTok-serie of zo wil gaan maken over mijn haar. Want ik ben er natuurlijk heel veel mee bezig. En hopelijk heb ik over een jaar gewoon haar tot hier wat gezond en vol is. En dan kan ik al mijn tips met jullie delen. En ik hoop dat dit echt gaat werken. Iemand die daar werkt, die gebruikte dit ook. En die zag echt dan een maand verschil. Ze zeggen natuurlijk dat je product ongeveer 3 maanden moet gebruiken om echt een beetje resultaat te gaan zien. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik ga het gewoon uitproberen. Maar ik ben nu in ieder geval met mijn haar echt heel erg blij. Qua hoe het gefeund is, hoe het geknipt is en met de kleur. Nu alleen de lengte nog. We zouden natuurlijk eigenlijk vanavond misschien met die meiden gaan pizzeretten. Maar dat gaat niet hoor. We gaan nu naar de derde helft van de voetbal. Dus daar heb ik ook zin in. Volgens mij gaan we er rond 6:30 naartoe. Even kijken wat ze zeggen. Dus ik denk dat we rond 5:30 gaan. Althans, ik moet dan wel eerder weg. Want het is eventjes een stukje rijden. Maar ik ga eventjes douchen. Niet mijn haar wassen. Want dat heeft Romy heel mooi gevuld. Ik ga wel even wat olie hier bovenin doen. Zodat het eventjes een beetje wat meer naar beneden gaat staan. Maar even douchen, want ik voel me vies.
even wat leuks aantrekken. Ik weet niet echt wat ik aantrek, maar goed. Ik heb gedoucht en eventjes mijn haar gedaan. Zo blij mee. Oh my god. En er kwamen twee pakketjes binnen. Als allereerst van Jewelry by Joanne. Dat ik namelijk een kettingje besteld. Ik wil even weer leuke nieuwe sieraadjes. En ik vind dat ze echt hele leuke dingetjes heeft. Dus ik heb laatst ook allemaal nieuwe sieraden van Be Golden gekregen. Maar er zat geen kettingje tussen. En ik vind dat wel heel erg leuk voor op vakantie. Zo'n leuk kettingje. Dus ik heb deze besteld. Met aan deze kant van die gekleurde kralen. En dan hier gewoon goud. En hier hangt dus een grote, beetje marmeren hartjespedel aan. Vond ik echt zo leuk. Maar ik zat dus ook nog te denken wat misschien ook leuk is. Je kan deze bedel kan je er dus afhalen. En ik heb dus nog mijn vintage bedel van Fendi. Dat is misschien ook wel leuk om hier aan te hangen. Dus die. En dan heb ik een pakketje gekregen van Gizou. En ik wist niet dat ik deze zou krijgen. En hij is echt heel groot. Dus ik ben heel benieuwd wat hierin zit. We zitten nog even te kijken met die meiden hoe laat we nou gaan. En of we gaan. Oeh. De Honey Glow. Haar lichaam is ook echt niet bizar. Is ook echt bizar. Het is een hele doos, joh. Hoe krijg ik dit open? Oh, volgens mij zijn het die nieuwe lipolies. Maar dan in verschillende kleuren. Oeh. Oh, wat leuk. Hier is de kaartje zit erbij. En dit zijn denk ik, ja, dit zijn de 3 Glossy Juice and Delicious Gizou Lippies. In 3 nieuwe dingetjes. Ik heb deze al in de normale versie die ze altijd al hadden. En nu hebben ze dus ook Strawberry Sorbet, Mango Passion Punch en Watermelon Sugar. Heel leuk. Echt een leuke doos. Heel erg blij mee. We zitten met die meid nog even te kijken hoe laat we gaan of we gaan... Wat we nou gaan doen. Maar ik heb me in ieder geval wel helemaal klaargemaakt. Dus als we gaan, dan hoef ik me alleen nog maar om te kleden. Dus dat is wel chill. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, maar ik ben zo blij met mijn haar. Zeg maar, het is niet dat je denkt, wow, ze heeft haar haar geblondeerd. Maar het is wel weer gewoon even lichter. Ik zei ook tegen haar van, het lijkt gewoon alsof ik op vakantie ben geweest en mijn haar lichter is geworden door de zon. Dat vind ik echt top. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb er echt helemaal vertrouwen in met dat nieuwe spul en alles wat ik doe, dat mijn haar weer gezond gaat worden. Mag ik wel nog eventjes naar de zonnebank. En over 2 weken gaan wij op vakantie. Zitten wij nu in het vliegtuig. Ah, ik heb er zo mega veel zin in. Oh my god. Het is vandaag dinsdag. En ik ga deze 2 weekvlogs eventjes bij elkaar doen. Want vorige week heb ik niet heel erg veel gefilmd. En deze week wordt ook niet heel lang. Aangezien ik vrijdag op familieweekend ga. En niet met mijn familie, maar met Sans familie. Dus ik ga daar natuurlijk ook niks filmen. Dus deze week duurt ook maar tot donderdag. Dus ik dacht, ja, om nou 2 losse... korte weekvlogs te maken kan ik beter 1 langere maken. Maar het is vandaag dinsdag en ik heb zoveel buikpijn. Ik heb echt van die maandelijkse krampen, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Echt, ik heb het, weet niet, ik heb het echt bijna nooit. Maar als ik het heb, dan heb ik het goed. Dus ja, ik heb straks om 12 uur eventjes een online meeting. Ik moet eventjes wat dingen ophalen in de stad. En ik ga vanavond bij mijn moeder eten, dus dat is heel gezellig. En ik moet voor Jarne nog eventjes wat video's gaan maken. Morgen moet ik daar werken. Maar ik wil er eventjes een aantal af hebben voordat ik daar morgen naartoe ga. En ik wil eigenlijk ook even mijn haar wassen vandaag. Want het is nog niet heel erg vet. Maar de kapper zei van de week dat ik het 2 tot 3 keer per week moet wassen. Dus ja, ik dacht dan was ik het vandaag en donderdag voordat we naar dat familieweekend gaan. Waar ik trouwens wel heel erg veel zin in heb. Ziet er echt... hele planning gemaakt en het ziet er heel gezellig uit. Het is nu 9 uur. Ik heb al gedoucht, mezelf klaargemaakt. Truitje aangetrokken van Stieglitz. Het is vandaag woensdag en ik heb echt een beetje haast. Ik heb namelijk heel de dag gewerkt vandaag. Ik ben echt net thuis. En Chevelle is nu onderweg hier naartoe, want we waren dus gevraagd door Alex. Voor de mensen die het misschien weten. Chevelle en ik hebben samen 1 jaar lang bij Alex gewerkt. En we kregen een appje van Jolijn, dat was zeg maar onze baas, dat er dus een sample sale is vanavond. En daar hadden we ons toen destijds al voor aangemeld, want het was alleen voor personeel. Maar we kregen een appje dat we alsnog mochten komen, dus daar gaan we naartoe. En het is in Den Bosch. Ik had wat nieuwe ringetjes bij Anna Nina besteld, 2. Even kijken,
En ik hoop dat ze passen, dat ik de goede maten heb. Zo kan hier echt elk moment zijn. Het is echt helemaal niet zin dat ik dit nu open ga maken. Maar oké. Okay. Oh, hij is heel leuk. Oh my god. Oké, hoe krijg ik dit open? Oh, dit vind ik leuk. Kijk nou. Helemaal leuk. En ik heb er nog eentje besteld. Maar ik heb deze in de maat 16. En deze in de maat 17. En ik hoop dat deze om mijn middelvinger past. En dat vind ik wel leuk. Ja. Kijk, dit schelpje. Ja, dit is toch helemaal leuk voor de zomer. Ik vind het wel leuk zo naast elkaar. Helemaal leuk vind ik dit. Helemaal blij mee. Ik heb even geld gepind net. Want je kan dus daar alleen contant betalen straks. Dus ja. Oh, mijn camera is leeg. Die wilde ik meenemen. Shit. Nou, ik ga hem gewoon meenemen en kijken hoe ver ik kom. Dit is wat ik aan heb. Blazer is van Naked. Groene short mustache. Trui van Stieglitz. Mijn fans en een grijze spijkerbroek. Oké, ik ga wachten tot Schwedder is. Ik moet even die kaartjes eraf halen. Het is vandaag donderdag. En zoals jullie misschien gisteren wel merkten aan mijn camera, viel die opeens uit. Hij was leeg. Maar ik ben dus bij de Alex Simples geweest. En als je denkt, wat heb je hier? Oh, beeld zie je niet heel goed. Maar ik heb net mijn hoofd zo mega hard tegen de muur gestoten. Ik wilde de was eruit halen en me omdraaien om nieuwe was te pakken. Toen stoot ik echt keihard mijn hoofd tegen de muur. Er zit echt een hele bult op mijn hoofd. Ik weet niet of je het op camera goed ziet. Maar toen zei Puk dat ik dus deze crème erop moest smeren. Tegen blauwe plekken met vallen en stoten. Dus die heb ik gehaald. Maar ik heb ook wat dingetjes van de Simple Sale. Ik moet zeggen, het was dus zeg maar voor personeel. Dus het klopt dat niemand hiervan af is. En wij zijn geen personeel meer. Maar we hebben daar natuurlijk wel gewerkt. Dus mocht alsnog komen. Ik moet zeggen dat het een beetje tegen vond vallen. Maar ik heb wel drie leuke dingetjes meegenomen. Als allereerst een heel erg leuk jasje. En dit jasje zit dus in de collectie van nu. En ik heb hem dus op de Simple Sale gehaald. En dat is dit spijkerjack met een zilver kleurtje. Ze hadden wel alleen maar maat S en L. Omdat het dus een Simple Sale is en ze maken alleen samples in S en L. Dus ja, alles heb ik wel in een maatje te groot. Want normaal heb ik van Alex een XS. Maar ik vond deze zo vet. En een meisje had deze aan. En toen zei ik altijd tegen van, oh, die is echt heel leuk. En het was de laatste. Toen had ze hem teruggehangen. En toen dacht ik, ja, die is voor mij. Dus deze heb ik meegenomen. Dan een simpel blouseje. Maar ik vond dit wel leuk. Want soms als je uit eten gaat of zo of iets, weet je gewoon niet wat je aan moet. Dus ik dacht, dit vind ik wel leuk. Met allemaal van die stierenkopjes erop. En hij schijnt een beetje door. Dus ook nog leuk voor op vakantie. Deze heb ik dus ook in een S'je. En dan heb ik iets. Oh, hier ging ik echt voor. Ik hoopte zo erg. Ik zat met Sjef van de auto. En ik zei nog, ik hoop zo erg dat ze deze hebben. Toen wij allebei bij Alex werkten nog samen. Toen kwam dit dus in de zomercollectie. En ik vond hem zo leuk. Maar hij was hem volgens mij echt €250 of zo. En nu heb ik hem dus van de Simple Sale. En het is dus een kimono. Die je dus aan twee kanten kan dragen. Je hebt dus dit printje. Wat ik echt enig vind. En aan de binnenkant heb je dus panterprint. Ik kan hem dus op twee manieren dragen. En dit is dus combinatie maat XSS. Echt, het was de ene laatste. Ik was zo blij dat ze deze nog had. Ik wilde deze zo graag hebben. Alleen super dom. Toen ik thuis kwam, kwam ik erachter dat het touwtje die er doorheen hoort, dat die er niet bij zit. Maar goed, ik heb nog wel een ander touwtje van een zwarte kimono. Dus die kan ik er natuurlijk gewoon bij dragen. Maar ik ben er echt zo mega blij mee. Ik ga het gelijk eventjes opruimen. Ik ga nog even een klein beetje zalf op mijn hoofd doen. Rowan is hier vanmorgen geweest. Want die had ik al eventjes niet gezien. En wilde elkaar gewoon even zien. En we hadden allebei niet heel veel tijd vandaag. Dus we dachten, doen het gewoon in de ochtend. Dus die is net weg. En toen ben ik eventjes gaan sporten. Ik heb bandana's gemaakt voor het familieweekendje weg. Want we hebben natuurlijk teams gemaakt. En ons team heet Kom maar op. Dus ik heb bandana's gemaakt vanmorgen. Helemaal crea-bea bezig geweest. Ik heb zometeen eventjes een online meeting om 2:00. Daarna wil ik eventjes naar de zonnebank. Ik wil mijn haar wassen. Ik moet mijn koffer eventjes inpakken voor morgen. Ik moet even vintage pakketjes wegbrengen. Er staat nog genoeg op de planning voor vandaag. En ik wil deze weekvlog bewerken. En ik heb nog een heel erg leuk pakketje van Look Fantastic. Dus die wil ik ook zometeen even laten zien. Maar ik ga eerst dit even opruimen en die meeting houden.
Anders krijg ik error. Net die online meeting gehad. En er komt zo'n mega leuk pakketje van mijn jewelry binnen. Echt, oh my god. Kijk dit. Dit gaat sowieso mee op vakantie naar Curaçao. Kijk hoe leuk dit is. Dit kettingje, oorbellen. Deze ketting. Ik vind dit echt geweldig. En ik heb dus ook met hen weer een samenwerking het komende jaar. Maar dat loopt allemaal via Instagram. Maar ik vind het toch even leuk om aan jullie te laten zien. Ik heb ook dit kettingje gekregen. Dan dit kettingje. Dit vind ik ook helemaal leuk. Van die druppeloorbellen. Dat zie je natuurlijk echt bij Jan en allemaal voorbij komen. Die vond ik ook heel erg leuk. Dan deze oorbellen. Ook heel erg leuk. Iets chiquer vind ik die. Dan van die kleine knopjes. Vond ik wel leuk ook. En dan nog dit kettingje. Ook echt heel erg leuk. En dan heb ik ook nog wat kleding items gekregen. Een taupe blouse. En nog zo'n leuk Spencer dingetje. Dat ga ik even opruimen. Ik ga even twee pakketjes inpakken voor Vinted. En dan ga ik even richting de zonnebank. Even naar de zonnebank geweest. Even een klein kleurtje opbouwen voor vakantie alvast. Dan kan ik volgende week nog één keertje en dan is het goed. Maar ik had natuurlijk gezegd dat ik Look Fantastic producten had die ik heel graag aan jullie wil laten zien. Ik dacht eigenlijk al dat ik ze had laten zien, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb allereerst deze en dit kennen jullie misschien wel. Dit is echt al mijn derde verpakking, maar dit ruikt zo lekker. Als je dit nog nooit hebt gebruikt of nog nooit hebt geroken, ga dit echt een keer ruiken. Want dit is echt het allerlekkerste ooit. Dit is de Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. En het ruikt gewoon echt naar koekjes deze. Ik wil dit gewoon echt opeten als ik dit ruik. Oh, het ruikt sowieso lekker. Je hebt ook allemaal andere geuren en zo van de roze en de donkerroze. En de paarse nu ook volgens mij, die is nieuw. Maar ik blijf deze gewoon echt het allerlekkerst vinden, de gele. Dus ik heb er eventjes een nieuw voorraadje van, want mijn benen zijn zo droog. Die moet ik echt even goed gaan insmeren. Dus deze heb ik nieuw. Ik heb hier ook een lippenbalsem van, ook een douche. Het ruikt allemaal gewoon echt mega lekker. Dus die. En dan is mijn haarproductenverslaving weer uit de hand gelopen. Ik heb een paar dingetjes besteld. Allereerst dit haarmasker. En deze heb ik dus ook een paar keer gebruikt. En vind ik tot nu toe echt heel erg fijn. Ik zag deze dus heel de tijd op TikTok bij mensen voorbij komen. Toen zag ik hem dat ze hem bij Look Fantastic hadden. Kijk. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Zoals je kan zien. Maar dit is het haarmasker van Color Wow. Samen met Chris Appleton. Mijn Engels is niet heel goed. Ik kan niet zo goed uitspreken. En dit is het Money haarmasker. En dit zou dus je haar helemaal moeten hydrateren. Nou, ik vind hem heel erg fijn. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En dan heb ik nog twee producten van Kerastase en twee van Living Proof. Ik zal even met deze beginnen. Deze twee zag ik namelijk ook elke keer op TikTok voorbij komen. Echt, TikTok is echt niet goed voor mij. Want eigenlijk al deze producten ken ik via TikTok. Als allereerst deze. En dit is een mini texture en dry shampoo spray. En ik had dus helemaal geen droog shampoo thuis. En deze geeft dus ook nog een beetje volume. Want soms kan mijn haar best wel plat zitten. En als je dan even zo je haar vasthoudt en zo spreekt, dan krijg je er ook nog eens een beetje volume van. Dus die. En ik dacht, het is een kleintje handig voor mee op vakantie ook. Dan heb ik van Living Proof de Triple Bond Complex. En volgens mij is dit een beetje hetzelfde idee als de K18. Maar ik zag deze dus ook bij een meisje op TikTok voorbij komen, dat ze die heel fijn vond. Ik heb hem nu pas één keer gebruikt, dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Maar het idee is volgens mij gewoon een beetje hetzelfde als het K18 haarmasker. Dus ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. En dan gezond haar begint natuurlijk bij je hoofdhuid. Dus twee scalp serums. Allereerst deze blauwe. En dit is de scalp en hair serum. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat die doet. Maar ik zag hem ook weer bij iedereen op TikTok voorbij komen. Dus ik dacht, deze moet ik ook uit gaan proberen. Ik probeer natuurlijk echt letterlijk alles uit voor mijn haar. Dus deze. En dan heb ik nog deze. En deze is ook een serum voor je hoofdhuid. En dit is tegen haaruitval. Dus dat is deze. Deze is ook best wel bekend op TikTok. Zie ik ook echt heel vaak voorbij komen. Dus deze wil ik ook gewoon heel erg graag uitproberen. En ik heb uiteraard een hele kortingscode voor jullie. Want met de code FLEURLF krijg je altijd de hoogste kortingen bij Look Fantastic. En het is echt oprecht een mega chille webshop. Ik heb nu dan best wel veel haardingen. Maar je hebt make-up, parfum, dingen voor je haar. Je hebt haartoes, dingen voor je lichaam. Je hebt echt van alles. En je hebt daar dus ook heel veel minis. Dus dat is ook super chill voor vakantie. Net zoals deze droge shampoo is een mini. Die hebben ze ook in het groot. Maar ik heb hem dus expres uitgekozen in het klein om mee te nemen op vakantie. Dus ik ben weer heel erg blij met al deze dingen. En kan mijn haarverslaving
hele proces weer lekker aanvullen met deze producten. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga zo meteen ook eventjes mijn haar wassen. En dan ga ik ook weer dit masker gebruiken. En dan ga ik ook weer eventjes deze drie producten op mijn hoofd gebruiken. En natuurlijk die shampoo die ik van de week bij de kapper had gekregen. Ik ga eventjes deze weekvlog bewerken. Want die wil ik eigenlijk morgen online hebben. En morgen heb ik daar niet echt tijd voor. Want we gaan natuurlijk het weekend weg. Dus dit is ook de laatste dag van deze weekvlog. Dus dat is wat ik nu eventjes ga doen. Ik ga nog even wachten met douchen. Want ze zeggen dus als je naar zonnebank bent geweest, moet je eigenlijk niet gelijk onder de douche stappen. Dus daar ga ik even mee wachten. Ga ik even het huis opruimen. Ik heb net ook even boodschap gedaan voor vanavond. En ja, verder niet heel veel boeiend eigenlijk vandaag. Ik denk dat ik bij deze weekvlog eventjes ga afsluiten. Ik heb echt zo mega veel hoofdpijn. Ik had dit gisteren ook, had ik ook echt mega erg hoofdpijn. Ik ga nu eventjes de weekvlog bewerken. En dan kan ik hem alvast inplannen voor morgen. Deze weekvlog is echt niet heel erg leuk geworden. Maar vorige week heb ik natuurlijk niet zoveel gefilmd. En deze week ook maar tot vandaag. Ja, ik ga morgen natuurlijk op familieweekend. En daar ga ik niet filmen, want ik ben niet met mijn eigen familie. Maar volgende week zaterdag ga ik eindelijk naar Curaçao. En ik ga lekker dagvlogs maken op Curaçao. Daar heb ik echt super veel zin in. Ik ga dagvlogs maken op TikTok. Daar heb ik heel erg veel zin in. Dus ik hoop dat ik het daarmee weer een beetje goed maak. En volgende week vlog ga ik in ieder geval lekker mijn koffer inpakken voor Curaçao. En heb ik een hele self-care week. Ik ga mijn wenkbrauwen laten doen. Ik ga kuppen. Ik ga mijn voeten laten doen. Ik ga mijn nagels laten doen. Ik ga harsen. Dus die vlog gaat in ieder geval wel leuk worden. Ik hoop dat jullie deze vlog toch ook alsnog een beetje leuk vonden. Vergeet niet mijn Look Fantastic kortingscode te gebruiken. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog. Doei!